Welkom bij een aandachtskunde-podcast voor het VWO. Dit is het mondiale klimaatvraagstuk en dit is hoofdstuk 4. En dit is SE-stof, dus niet voor het examen, wel voor je tentamen. Dit zijn de 7 paragrafen waarover het gaat en dit is paragraaf 2, klimaatveranderingen opsporen. Daar gaan we dus naar kijken en we gaan kijken van hoe komt het... hoe komt een massabalans van ijs tot stand en wat kunnen we ermee? Wat betekent accumulatie tegenover afsmelten? En hoe zit dat dus bij gletsjers en ijskappen? Hoe kunnen we aan de hand van geologische bronnen in kaart brengen welke klimaatsveranderingen er zijn geweest? Ook naar historische bronnen. En we beginnen met accumulatie tegenover afsmelten. Simpel gezegd, wat komt erbij en wat gaat er af? Accumulatie is toevoer van sneeuw. En dan in de vorm van neerslag. En dat hele gebied daar waar meer bij komt, dat noemen ze de accumulatiezone. Daardoor wordt ijs opgeslagen. En aan de andere kant heb je een afsmeltzone. Dat is afvoer van sneeuw. En dat is vaak in het warmteseizoen of in het afsmeltseizoen. Dus gedurende het jaar, afhankelijk van het klimaat, komt er dus sneeuw en accumulatie bij. Of het gaat smelten. Hier zie je accumulatie en afsmeltzone van een gletsjer. Daarbij moet je rekening houden wat ook in het kaartje staat. Is het stabiel, dan is toevoer en afvoer gelijk. Heb je een positieve massabalans, dus dat is oprukken, dan heb je meer toevoer dan afvoer. Dus het is positief te noemen dat de gletsjers groeien. Het is negatief, waarmee de toevoer dus minder is dan de afvoer. En dan krimpt de gletsjer. Je ziet dus duidelijk een accumulatiezone, hoog. En de afsmeltzone laag. En daartussen zit de sneeuwgrens. Want daar waar het begint te smelten, daar houdt ook het ijs op. Ijskappen en gletsjers reageren verschillend op het klimaat. Je hebt hier een dalgletsjer of een gletsjer. Hier een gletsjer in Noorwegen. En je hebt ijskap. En we pakken ijskap in Groenland. Je hebt ook nog in Antarctica een ijskap. Weet wel dat de Noordpool geen ijskap is, maar dat is zeeijs. Want er zit geen land onder. Een dalgletsjer, dat betekent voor accumulatie en afsmelten dat accumulatie op grote hoogte, daar waar aangroei van ijs is. De accumulatiezone. De gletsjer komt ook in beweging omdat het zwaar wordt, het blijft het hele jaar zitten en je krijgt stroming van gletsjerijs. Op een gegeven moment zakt het verder naar beneden en komt het in het gedeelte waar afsmelten domineert en vooral in het zomerseizoen. Dus de gletsjer, die door zijn gewicht zakt hij een beetje naar beneden gedurende het jaar. En in de wintermaanden komt er weer nieuw sneeuw, wat tot ijs wordt gevormd. Dus een gletsjer groeit en het gaat maar door. Maar het grootste gedeelte smelt natuurlijk af in de zomer. Een ijskap. We hebben 2 hele grote ijskappen, zoals net al verteld. Groenland en Antarctica. En als we links kijken, zien we Groenland. Massabalans betekent dus dat het in evenwicht is. Dat is verschillend met Groenland ten opzichte van Antarctica. Want in Groenland heb je alleen maar accumulatie op de ijskap zelf. Dus er komt in Groenland komt alleen maar vanaf de ijskap zelf komt groei. Daaromheen is de zee al te warm, waardoor dus de shelf niet echt meer aangroeit. Dat is vanuit land. Dus wat aankomt is dus op de ijskap, maar wat er afgaat is dus het afkalven, afsmelten aan de oppervlakte en het afsmelten aan de bodem. Dus de ondergrond die wat warmer wordt en dat voor afsmelten zorgt. Dus je hebt 3 factoren die voor afsmelten zorgen en maar 1 factor wat voor groei zorgt. Aan de andere kant zie je Antarctica, daar is accumulatie op de ijskap aanwezig, maar ook accumulatie bij de shelf. Dus dat betekent aan de zijkant, doordat het ijs of doordat de zee zo koud is, groeit het ijs ook de zee in. En wordt zee dus eigenlijk ijs. En aan de andere kant heb je alleen maar het afkalven wat voor smelten zorgt. Omdat de ondergrond is nog koud genoeg en dat zorgt niet voor smelten. Dus je hebt verschillende factoren die voor smelten en accumulatie zorgen. Zorg dat je het verschil tussen Groenland en de Antarctica weet. Niet altijd dus aan de randen, maar voornamelijk bovenop, midden van het land, daar
is de accumulatie. Dus als daar te warm is, dan verandert dus de hoeveelheid ijs. Ook moet je weten dat ijskappen, omdat ze zo groot zijn, ontzettend traag reageren op klimaatsverandering. 2-3 jaar een warme zomer, dan gaat een ijskap niet van in beweging. Dat is het nu wel, dus je moet je realiseren dat het al heel veel jaren veel te warm is, want anders zou een ijskap niet reageren. Het is zo groot, dat weerkaatst zoveel warmte, dus dat blijft wel intact, behalve als het extreem gaat veranderen. En dat is dus nu gaande. Ze krimpen dus. Minder oppervlakte en de sneeuwgrens stijgt. Dus het wordt alsmaar hoger dat je die gletsjers gaat tegenkomen. Dus, en dat is straks ook met skivakantie. Verschillende gebieden, zo in Oostenrijk een aantal noemen. Gerlos, Leogangs, Saalbach. Dat zijn allemaal gebieden die rond 1300-1400 meter zitten. Die komen straks te laag te liggen, omdat de sneeuwgrens omhoog gaat. Je ziet het hier. Kijk maar even naar de lengte van het aantal gletsjers. Dat is aanzienlijk afgenomen. En als je gaat kijken naar het ijs op Groenland, dat blijft alleen maar slinken. Dus het Arctisch ijs, kap in Groenland, wordt alsmaar kleiner. Dus de omvang neemt af. Landijs neemt af, waardoor dus zeespiegelstijging het gevolg is. Nou, dat de klimaat verandert, dat zijn we al een beetje achter. Dat hoef je niet eens te onderzoeken. Maar dat is ook in het verleden geweest. Nou, hoe kon je dat nou uit het verleden, hoe kon je daar nou achter komen? Nou, er waren nog geen meetinstrumenten. Dan ga je uit op historische bronnen. Bijvoorbeeld boekhouding van tolgelden of verslagen van graanprijzen. Want boekhoudingen van tolgelden en graanprijzen zeggen iets over hoe het weer op dat moment was. Ze zeggen bijvoorbeeld over wanneer graan schaars was, dan moet je een bepaalde zomer of winter gehad hebben. Als iemand naar de stad ging en hij had heel veel producten bij wat paste bij een koude winter, dan kan je daar een beetje aan herleiden dat het daar kouder was geweest. Nou, een aantal fysische en biologische aanwijzingen kun je zien aan hoogwater, laagwater in de rivieren, het dichtvriezen van sloten en van wateren. Dat zie je heel vaak van die oud-Hollandse schilderijen, waarbij toch jaarlijks mensen aan het schaatsen waren. Nou ja, dan kun je ervan uitgaan dat dat al vaker voorkwam, want het is niet dat ze uit het niets dat zomaar konden schilderen. Was het koud, dan werd er veel turf en hout verkocht. Dus dan kon je dat ook aan de prijzen zien. En zo zijn er al ook biologische aanwijzingen dat men bijvoorbeeld had over dat de wijnoogst mislukt was of dat ze juist heel veel fruit had. Nou ja, dat zijn dingen die in het verleden goed zijn gearchiveerd. Dus als je dat gaat analyseren, dan kun je dat in kaart brengen en heb je een goed klimaat weerspiegeling gemaakt. Goede klimaatsweerspiegeling, moet ik zeggen. Ik heb ook biologische bronnen, pollenanalyse. Aan de hand van hoeveelheid pollen kun je zien of het een warme zomer was of niet. Hoe meer pollen, hoe meer bloei enzovoorts. En dat kun je ook aan de jaringen van een boom zien. De jaren geven net zoveel informatie over het klimaat als de ouderdom. Dus je kunt aan de hand van jaringen en oudere bomen kun je overlappingen zoeken en heel ver teruggaan. Dan heb je nog geologische bronnen. IJskernen zijn er een voorbeeld van en geologische afzettingen. IJskernen bijvoorbeeld op Groenland of Antarctica, waarbij ze gewoon letterlijk de grond inboren en ze gaan in het ijs kijken hoeveel zuurstof in verhouding met broeikasgassen zoals CO2 en methaan te vinden zijn. En daarbij kun je dus een verhouding op loslaten wat dus een soort van temperatuur weergeeft en waar je dus het klimaat mee kunt achterhalen. Veel broeikasgassen, hoge temperaturen, minder broeikasgassen, lage temperaturen. Nou, geologische afzettingen kun je dus aan de hand van bijvoorbeeld glaciale afzettingen, ijs, morenen, kun je zien of ergens landijs is geweest. In Nederland tot de Hunlijn. En dat betekent eigenlijk dat vroeger was het veel kouder. Nou, zo kun je dus aan verschillende afzettingen zien of het klimaat vroeger anders geweest is.
Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Als het goed is, heb je antwoord gekregen op deze leervragen. Mocht dat niet het geval zijn, ga even terugspoelen en bekijk het nog een keer. Of pak je methode erbij en lees het nog een keer goed door. Ik wou je succes wensen met het leren verder en meld je aan op mijn YouTube-kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van alle podcasts die nog gaan komen. Zowel voor het schoolexamen als je eindexamen. Tot ziens!